Er viel mij iets op vorige week toen ik op de website zat van Brabant Beach Battle. En toen dacht ik, daar hebben ze slim geregeld hoor. Want er is een foto van iemand die op het strand rijdt. Een ploeggenoot ook van jou, Ronan. Ja. En daarachter staat een prachtig mooie, nou ja... vrouw in de zee. De iets oudere vrouw staat in Adams kostuum. Ja. Ja. Is er over nagedacht? Van nee, die foto moeten we hebben of was het een ongelukje? Nou, het was wel natuurlijk een hele mooie foto die we konden gaan gebruiken. Maar ja, het komt wel vaker voor dat we dit soort dingen zien. En toevallig is het nou ook vastgelegd. Dus, ja. Het komt vaker voor dat jullie dit soort dingen zien, ja, Paulina? Ja, we starten heel vroeg vaak in de ochtend. En dan nemen we graag mensen toch blijkbaar... Ja, en, ja, verfrissende duik. Ja, en dat doen ze dan zonder die niet aantrekkelijke speedo aan. Nee, dus dan komen ze ineens voorbij gelopen recht voor je neus, ja. Ja, dan moeten we maar weer verder. Ja, het is best aparte gewaarwording, kan ik me zo voorstellen. Maar goed, jullie zijn er inmiddels aan gewend. Is dat trouwens ook zo op de E3 stand in Eersel of niet? Jammer genoeg niet, misschien. Oké. Okay. Ja, ik wil zeggen, dus komend weekend toch, ik heb niks te doen. Dus ja, ja. Zou kunnen. We zoeken nog een streaker, dus het zou kunnen. Nee, ja, het is niet dat ik er aanraad. Dus, verder niks persoonlijk.